Deze week weer een burger battle, dus een hamburger op de barbecue. En dit keer is dat de ultimate teriyaki burger. Hoi, ik ben Dennis, dit is Noskos Barbecue. En vanuit mijn achtertuin laat ik zien hoe ik jij beter kunt barbecuen. Samen met Marcel Nas van Nas Q Barbecue houden we een burger battle. Dat zou nog wel eens in de maand moeten gebeuren, dat was het idee. Maar ja, daar komen we allebei eigenlijk niet zo aan toe. Maar ja, de vorige is alweer een hele tijd geleden. Dus we hadden zoiets van, we moeten dat toch echt doen. Want het is gewoon leuk om hamburgers te maken. En omdat ik vorige keer het onderwerp had aangedragen, mocht Marcel het dit keer doen. En die koos de Ultimate Teriyaki Burger van George Motes. Mensen die een beetje ingeburgerd zijn in de hamburgerwereld, die kennen George Motes wel. Het is de schrijver van Hamburger America. Dus iemand die heeft heel veel hamburgers gegeten bij allerlei verschillende restaurants in heel Amerika. En zo'n soort kaart gemaakt van wat er in verschillende regio's voor hamburgers zijn. De teriyaki burger is een Hawaïaanse burger. Daar wordt hij gewoon de barbecue burger genoemd. En hoe je die teriyaki burger maakt, dat ga ik je laten zien. Ik gebruik het recept dat George gebruikt. Ja, bij de regels tussen onze barbecue battle zijn we daar vrij in. Dus ja, je kan daar gewoon van afwijken en denken van, goh, ik doe het anders. Dit keer hou ik me vrij nauwgezet aan het recept. En hoe ik hem dan gemaakt heb, ga ik je nu laten zien. Dus laten we beginnen in de keuken. Voor deze burger maak ik mijn teriyaki saus zelf. Je kunt natuurlijk gewoon kant-en-klare gebruiken als je echt als fastfood. Nou ja, kies daar zelf voor. Maar ja, het is niet heel erg moeilijk. We beginnen met sojasaus. De sojasaus die ik gebruik is die van Pearl River Bridge. Light soy. Een hele lekkere sojasaus. Dan gaat er mirin bij, dat is een Japanse kookwijn. Die is wat dikker. Sesamolie. Bruine bastardsuiker. Verse gember. Die heb ik even geraspt op de microplane rasp. Bevroren, want zo bewaar ik ze altijd in de vriezer. Maar als je gemberpoeder wil gebruiken, kan dat ook heel goed. Of fijn gehakte gember, dat kan allemaal prima. Knoflookpoeder. En honing. En zoals altijd kun je het recept vinden op mijn website. Ik zal een link hieronder zetten, dan kun je daar gewoon naartoe. Het is helemaal gratis en dan kun je het daar nalezen, alle verhoudingen. En daar staan nog veel meer leuke recepten. Nou, dan mag deze op het gas. Dan brengen we dat aan de kook. En als het dan kookt, dan gaat er een maizena-papje bij om de saus te binden. Laten we het nog even doorkoken tot het mooi glanzend is. En dan mag het van het vuur. En als het dan klaar is, dan doe je hem in een bakje. En dan laat je hem afkoelen. En dan heb je eigen gemaakte teriyaki-saus. Blijft een paar weken goed in de koelkast. Dus je kan er leuke dingen mee maken. Waaronder deze burger die we nu gaan maken. Voor de burgers gebruik ik rundergehakt. En ik weeg mijn balletjes af. Ik ga smashburgers maken en die wil ik ongeveer van 80 gram hebben. Of eigenlijk precies 80 gram. En dat doe je gewoon door ze af te wegen. Balletje van. Een balletje op een goede blik. En dat herhaal je voor je andere burgers. Door ze allemaal even groot te maken, garen ze gelijk. En ja, dat is handig met het maken. En dan heeft ook iedereen even grote porties. In mijn versie maak ik er dubbele burgers van. Dus ik heb 4 balletjes nodig, want ik ga maar 2 burgers maken. Geen eters vandaag, dus heb ik aan 4 balletjes genoeg. Gaat hier een plasticje over. Dit plasticje kan zelfs mooi, dan recyclen we dat nog. En dan mogen de burgertjes, de bolletjes de koelkast in, totdat de barbecue klaar is. Ik gebruik vandaag mijn Kamado Joe. Ik heb de speksteen erin om de smashburgers te maken. Ik heb er op een gietijzeren bak ingezet met aangelengde teriyaki saus, die hebben we gemaakt. Dat heb ik aangelengd met wat water, tot het soort marinade bijna is, een lopende saus. We grillen zo de burgers en dan gaan ze daarna even daarin om die saus op te nemen. En dan gaan ze weer terug. Hele rare methode heb ik nog nooit eerder gezien. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat werken. Ja.
Nou, mag er wat peper op. Nou, is het tijd om ze om te keren. Kijk. Dat is wat je wil, die mooie bruine korst erin. Steeds dan even doorgaren. En dan voordat ze gaar zijn, mogen ze even dat badje in. Dan mogen ze even die marinade opnemen. En aan de hand kan je even je speksteen, of als je een gietijzeren plaat gebruikt, kun je die even een beetje schoonmaken weer. Draaien we eens nog even om. En dan mogen ze wat mij betreft weer terug. Oh, dat ruikt gelijk Aziatisch als je dat doet. Zo grappig dat ze bol staan. Dat doen de burgers normaal niet. Dus dat vind ik wel een hele interessante ervaring weer. En dan mogen ze wat mij betreft eraf. Kunnen we een burger gaan bouwen. Beginnen we met de onderkant van het broodje. Ik gebruik er een normaal broodje voor. Een vloerkadetje. Zullen vast wel weer mensen gaan zeuren in de commentaren dat dat een luxe broodje moet zijn. Maar jongens, het is fastfood, hè. In Amerika is dit gewoon iets wat je tussendoor even haalt. En geen haute cuisine, dus dat is wat ik gebruik. Dan mogen er gesnipperde uitjes op. Dat mag best wel wat zijn. Ijsbergsla. Dan onze burgers. Dan onze gewone teriyaki saus, dus niet verdunde. En als laatste pakken we het bovenkantje. Daar doen we weer mayo op. En die mag dan bovenop. En dan is dit het eindresultaat. De teriyaki burger. Of de Hawaïaanse burger. In ieder geval een burger zoals je hem in Hawaii zou krijgen bij de gemiddelde fastfood joint. Als je die burger zo ziet, dan denk je van, ja, wat kan dat nou zijn? Zoveel zit er niet op qua toppings. Qua kruiden is het eigenlijk ook helemaal niks. Dus ja, hoe is die? Ik kan je vertellen, hij is heel erg lekker. Veel beter dan ik had verwacht. Dus ja, die gaat zeker nog eens gemaakt worden. Die stap met die aangemaakte saus op de barbecue en daar dan die burgertjes even in. Die sla ik volgende keer over. Ja, het zal wat extra smaak toevoegen en het karamelliseert aan de buitenkant. Maar het is ook een hoop gedoe en ik denk dat het meer werk is dan dat het resultaat oplevert. Dus ja, sla dat vooral over.
Ik heb ook varianten gezien waarin ananas gebruikt wordt. Dus dan kan je een plakje ananas ertussen doen. Nou ja, George deed dat niet. Dus ik heb me daar dit keer heb ik me aan zijn recept gehouden. Een volgende keer ga ik dat zeker proberen. Want ik denk dat een plakje gegrilde ananas nog wat extra zoetheid in die burger geeft. En ja, dat die dan nog lekkerder wordt. Een hele andere burger, maar ook een hele lekkere burger. Nou, dat was dan mijn inzending voor de Burger Battle van deze keer. Nu wil je natuurlijk ook die van Marcel zien. En dat kan. Moet je even hier klikken. Dan kom je bij zijn video uit. Ik hoor graag achteraf van welke jullie denken dat hij de lekkerste was. Of welke jullie zouden maken. En ja, laat ook even een commentaartje achter bij Marcel. Vindt hij altijd leuk. Vond je een leuke video? Heb je er wat aan gehad? Vergeet hem dan vooral niet te liken. Abonneer je. En ik zou zeggen tot de volgende.